Hey meiden, vandaag voor jullie weer een glossy box. Het is helaas geen unboxing. Ik had het filmpje al gemaakt en op een of andere manier, ja, blonde ik. Ik had het niet vergeten, ik had vergeten te recorden. Dus ik moet alles weer even overnieuw doen. Dus het is helaas geen unboxing, dus ik weet zelf al wat erin zit. Maar ik ga het jullie gewoon nog eventjes laten zien. Toen ik de box openmaakte, zat daar gewoon weer een glossy box magazine bij. Hier staan weer tutorials in en informatie over bepaalde producten. Een gelukskoekje, die heb ik ook opgegeten. En voor degene die het willen weten wat er op mijn gelukskoekje stond 2013 is jouw ultieme liefdesjaar. Je bent onweerstaanbaar met sensuele rode lippen en een verleidelijke smoky eye. Ben benieuwd. Dus wat ik al zei, hij is echt felroze, superleuk. Ik ga ook proberen met al mijn boxen een mooie standaard te gaan maken. Ik heb wel een paar online gezien, dus... daar ga ik mijn inspiratie op doen. Laat even weten of jullie willen zien hoe ik dat ga doen. Als jullie willen zien hoe ik zo'n box maak. Voor degene die ook een glossy box en een beauty box ontvangen. Volgens mij is het thema een beetje Valentijn. Want er zit hier op het stickertje zit een hartje. En we gaan gewoon kijken weer wat erin zit. De glossy box kaart. En op de glossy box kaart staat Beauty Around the World verzameld in de glossy box. Deze editie bevat namelijk merken die allemaal afkomstig zijn uit verschillende landen. Hoewel beauty rituelen en gewoontes per land kunnen verschillen, hebben de meeste vrouwen één ding gemeen: they love beauty. Dus het eerste wat ik zie is een shower gel. Dit is van de Anatomicals. We hebben al wat vaker van de Anatomicals gehad. En even kijken wat erop staat. De Anatomicals, de Showering Infernal Hot Fury Body Cleanser, als ik het al goed, zo al goed uitspreek. Een douchegel bestaand uit verkwikkende mix van aloe vera, hazelnoot en pepermuntolie. De huid wordt gereinigd en verzacht en laat bovendien een frisse, subtiele geur achter. En dit is een full size en die is €3,99. Ik had hem geroken en ik vind hem echt super lekker ruiken. Hij ruikt een beetje naar een van de Rituals shower gels. Het is zo'n foam, die kun je inmasseren. Ja, daar ruikt hij zeker naar. Echt super lekker voor €3,99. Dan het andere wat ik heb gekregen. Deze zat aan het begin van de box, zeg maar, in de doos die je krijgt als je verzonden wordt. Dit is een Van der Hoogt masker. Pretty Peachy kant en klaar masker. Verkwikkend en verzachtend. Nou, ik heb wel vaker Van der Hoogt maskers geprobeerd en gebruikt. En ik ben er altijd super tevreden over. Dus voor mij is het niet een onbekend merk. Dr. Van der Hoogt kant en klaar masker verwen jezelf met het luxe masker. Maskers van Dr. Van der Hoogt reinigen, herstellen en zitten boordevol voedende vitamine. Adviesprijs is €2,23. Dus voor een maskertje betaal je in de winkel €2,23 en dit is gewoon een full size. Dan, wat ik zie, is een Tony & Guy Cleanse Shampoo for Dry Hair. Ik heb al een aantal keer wat in de glossy box van de Tony & Guy gekregen. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik daar nooit echt heel veel gebruik van heb gemaakt. Puur omdat ik me haal bij mijn standaard shampoos. Maar nu ga ik het misschien toch een keer proberen. En wat ik nu weet, ik liep laatst de Ethos binnen. En daar hebben ze nu ook Tony & Guy. Dus ja, volgens mij is het toch gewoon een kappersmerk. Dus het is super relaxed dat ze dat nu ook in de Ethos verkopen. Wat ze daarover zeggen. Deze shampoo revitaliseert, helpt het haar te herstellen en geeft haar bovendien een prachtige glans. En de full size is 250 ml en kost €9,99. Dan een lipgloss en een lippenstift in één met een spiegeltje erbij. Dit is van Maddo & Co. Maddo & Co. ken ik ook al. Maddo & Co. gebruikte ik vaak de Airbrush Spray van, geloof ik. Dat is een fake tan en die gebruikte ik altijd met een vroegere vriendin. Ik vond het toen echt super, super fijn. Ik ben ermee gestopt. Ik weet niet waarom. Ik zie er ook echt uit als een spook de laatste tijd. Dus ik wil eigenlijk wel weer een beetje fake tannen. Maar ja, ik heb hem al geprobeerd. Ik zal voor jullie nog even een keertje swatchen. Ik vind de lippenstift wel wat donkerder dan de lipgloss zelf. Heel draadje. En ik vind de lipgloss echt super lekker ruiken. Het ruikt echt een beetje naar zo'n vroegere kauwgom lolly die ik kon kopen. Zo'n rode met kauwgom erin. Dit is de lipgloss. En dit is de lipstift. En over elkaar is het best... ja, ik vind het een super mooie combinatie. Maar ik dacht in het begin, oh, de lipstift is een beetje te donker. Maar uiteindelijk toch niet. Wat zeggen ze erover? De Maddo & Co. Lip Duo Lipstick Ultra Shine Lip Gloss. Dit unieke duo product bestaat uit een long lasting lipstick en een high shine gloss. Creëert perfecte, sexy lippen.
En dit is een full size en kost 30 euro. Dus dat is al gewoon de helft van je box. Je kan je box daar al twee keer uithalen. Dus dat vind ik echt super. En dan een BB cream van Gin Vera. Volgens mij is dit het product waar ze het over hadden toen ze de hints gaf. Ik dacht dat het toen Rituals was, maar dat was Gin Vera. Ik heb hier ooit een keer al een reinigingsproduct van gehad, geloof ik ook. Het kwam ook namelijk in zo'n zakje. En even kijken wat ze erover zeggen. Green Tea Nude Cover BB Cream. Overspoelt de huid met hydratatie. Beschermt tegen vrije radicalen en antioxidanten. Beschermt tegen UVA en B met SPF 30. Geeft je huid een nieuwe energie. Werkt preventief anti-aging. Laat fijne lijntjes vervagen. Geeft je huid een stralende glow. En camoufleert roodheid en oneffenheden. Ben ik best wel benieuwd. Oeh, ik moet er wel niet uitzetten. Vader gaat de straat even doen, als jullie het horen. Dus het is weer lekker gaan sneeuwen. Ik ga hem even blenden. Nou, voor mijn gevoel is hij wel een beetje... Misschien dat ik wat beter uit ben. Op zich wel redelijk te doen. Ik denk dat hij voor mij nu op dit moment wel een beetje te donker is. Ondanks dat ze zeggen dat hij meeblendt met de huid. Ik denk dat ik... Ja, hij is op zich best wel makkelijk te blenden, maar ik zou hem wat meer... Hij is voor mij toch een beetje te donker. En deze kost, als je full size hebt, is 40 ml en kost 32,50. Als laatste heb ik van Golden Rose. Dit merk ken ik ook al en dit merk ken ik niet van Nederland. Dit merk ken ik uit Turkije. Toen ik in vakantie vaak ging in Turkije, hadden ze echt zo'n winkeltje met echt alleen maar Golden Rose nagellak. En dan lag die hele vitrage, of hoe je het dan ook noemt, lag helemaal vol. Echt met super, super verschillende soorten kleuren. Twee laagjes, meestal met die nagellak, welke kleur je had, dan dekte die eigenlijk wel goed. Dus ik kende dit merk wel al. En dit is weer zo'n crackle nagellak. En dat vind ik altijd wel leuk. Ik hou er wel van om wat apart met mijn nagels te doen. Dit is de kleur. Het is een beetje een burgundy-achtige rood met een gouden gloed erin. En wat zegt ze over de Gravity Crackle? Is makkelijk aan te brengen en kan over iedere kleur nagellak worden gebruikt. Deze nail art is verkrijgbaar in trendy kleuren met en zonder glitters. En een full size, dat is dit dus, is 6,95. Nou, dit was de Glossy Box. Ik moet zeggen, ik ben echt tevreden over de Glossy Box. Ik was al heel erg tevreden. Laatst kregen wij een vraag van een van onze kijkers... Of diegene nou over moest stappen van een glossy box naar een beauty box. Mijn advies was dat je er eigenlijk... Ja, dat je het zelf het beste een beetje kan aanvoelen. Er is niet echt een box die alleen maar make-up heeft. Dus ja, dat zal wel heel erg... Het zou ook wel heel erg leuk zijn, zo'n box. Maar ik snap op zich wel dat ze naar 15 euro zijn gegaan. Puur om het feit, ik heb nu meer full-size producten. Ik ben eigenlijk altijd wel tevreden met de glossy box. En gebruik altijd alle producten. Ik ga wel wat meer reviews doen online op onze blog. Die staat altijd beneden gelinkt in onze infobar. Dus ga daar eventjes heen. En als jullie specifieke vragen hebben over bepaalde producten, laat het dan even weten. En dan zie ik jullie bij de volgende Glossy Box unboxing. Doeg!